ブラウンのやつらを感情攻防に追い込んだぜ。Barkira, de Nuclear Edition van Ryan Humphrey. Toen ik voor het eerst de trailer zag van Barkira, dacht ik, dit klinkt echt als een hele slechte grap. Want in principe is het ook zo'n beetje het meest nutteloze fanproject dat je maar kunt bedenken. Wat is Barkira? Het is een complete hervertelling van de manga Akira van Katsuhiro Otomo. Heel veel mensen kennen natuurlijk de film, maar je hebt ook de manga van meer dan 2000 pagina's. Dus dit project, Barkira, dat is een complete hervertelling van Akira, panel voor panel. Alleen dan met de wending dat het zich niet afspeelt in Neo-Tokyo, maar Neo-Springfield, met Simpsons-personages. Het project begon als een initiatief van James Harvey en Ryan Humphrey, maar er hebben hier letterlijk 100 mensen aan gewerkt. Moet ook wel, want Otomo heeft zo'n 10 jaar gedaan over de Akira-manga, dus hoe krijg je anders een manga van meer dan 2000 pagina's gevuld? Er is natuurlijk ook een trailer gemaakt, hier zie je een muurschildering. Je hebt mensen met tatoeages, cosplay. Wat ik zelf wel heel leuk vind is dat je merkt dat heel veel van deze artiesten duidelijk fan zijn van klassieke Simpsons. Ik ben zelf niet zo'n fan van de tekenstijl van de nieuwe Simpsons, behalve dat ik het überhaupt niet zo'n leuk programma meer vind. Maar dit zijn echt mensen die in de jaren 90 met de Simpsons en dus waarschijnlijk ook met Akira zijn opgegroeid. Een van de redenen dat het wereldje van de Simpsons zo goed past in het Akira-verhaal, is omdat er gewoon zo ontzettend veel personages zijn om de rollen van Akira over te nemen. Zoals Ralph, het titelpersonage Akira. Milhouse is natuurlijk Tetsuo. Ah kijk, dit is echt een van de meest iconische plaatjes van zowel de manga als de film. Bart is natuurlijk Kaneda. En Homer is de Birdman. Dit is een personage dat je waarschijnlijk niet kent als je alleen een film hebt gezien, maar hij speelt wel een kleine maar prominente rol in de manga. Verder, als je altijd al de fantasie hebt gehad om gedeeltes van Springfield vernietigd te zien worden, dan heb je dat natuurlijk. Je hebt allemaal belangrijke gebouwen. Zoals Moe's Tavern, Krusty Burger en de Monorail. Oh, dat is een klassieke aflevering van de Simpsons. Ja, dit is nou eigenlijk waar het internet voor is gemaakt. Dit is een van de mooiste kanten daarvan. Je hebt zo ontzettend veel talent wereldwijd. En dit is nou de perfecte manier om talent te delen. Als er maar genoeg animo is voor een project, kun je zoiets gigantisch als een hervertelling van Akira van de grond krijgen. Best comic book ever. Dus, voor wie is Barkira? Nou, uiteraard voor Simpsons-fans en Akira-fans. Als je de manga al hebt gelezen en graag een alternatieve versie ervan wilt zien, dan raad ik je de Barkira-manga zeker aan. Je kunt hem gratis lezen online. Hij is ook volledig te koop, alle 6 volumes. Dat is natuurlijk een stukje duurder. Dus voor de mensen die daar niet zoveel geld aan uit willen geven, maar wel graag iets willen voor in de boekenkast of om aan een vrienden te laten zijn. Hé, kijk eens wat ik hier heb. Om je vrienden een beetje te verbazen. Dan raad ik zeker Barkira de Nuclear Edition aan. Het is maar €20 en voor de hoeveelheid plaatjes is het zeker het geld waard. Ik geef Barkira de Nuclear Edition 4 van de 5 sterren. Let's go.